Een medewerkster van de fastfoodzaak KFC aan de Wilhelminastraat is vanmorgen dood aangetroffen op de werkplek. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de 55-jarige vrouw vroeg aan het werk was. Niet lang daarna is zij badend in haar bloed aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het ontzielde lichaam is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor gerechtelijke lijkschouwing, meldt de politie verder in haar bericht. De afdeling Forensische Opsporing is nog bezig met het technisch onderzoek.